Jezus zei in Johannes 5, vers 19, ik verzeker jullie, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Ik heb veel mogen leren van wat Derek Prince heeft geschreven over de werking van de gaven van de Geest. Hij schreef dit. De Heilige Geest deelt zijn gaven uit of houdt de gaven terug zoals hij wil. Opmerkelijk. De gave van geloof werkt op dezelfde manier als alle andere bovennatuurlijke gaven, waarover Paulus dit zegt. 1 Korintiërs 12 vers 11. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt. En dan komen die drie woordjes. Zoals hij wil. Zoals hij wil betekent dat God zelf beoordeelt wanneer en aan wie hij welke gave geeft. Het initiatief ligt bij God, niet bij de mens. Dit was zelfs hoe het ging in de bediening van Jezus, hebben we gezien. Hij vervloekte niet iedere vijgenboom zonder vruchten. Hij maande niet elke storm tot kalmte. Hij riep niet iedere dode uit het graf en liep ook niet altijd over water. Jezus liet doelbewust het initiatief in handen van zijn Vader. Hij zei, nog een keer, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Het initiatief lag en ligt altijd bij de Vader. Wij moeten leren om net zo eerbiedig en zorgvuldig te zijn in onze relatie met de Vader als Jezus was. Het is niet aan ons om de gaven van geloof te gebieden. We mogen en kunnen dit initiatief niet afdwingen. Ook is de gave van geloof niet bedoeld om onze eigen verlangens en ambities te bevredigen. De gave van geloof wordt door God gegeven om dingen te bewerken die passen in Gods eigen eeuwige plan.